Goedemorgen allemaal. Wauw. Ja, we zingen van de goedheid van God. Amen. Zingt u ook van de goedheid van God? Niet alleen vandaag, maar ook morgenochtend of maandagochtend als de wekker gaat om 6 uur of om 7 uur als je moet werken. Ja. Ja, toch? Prijs de Heer. Wat is Hij goed voor ons. Heel mijn leven bent u al trouw, Heer. Je kunt gewoon niet ontsnappen aan de trouw en de liefde en de goedheid van God. Amen. Wauw, en wat zijn we als verzegelden van de Heer. Weggetrokken uit de duisternis. Uit de volkeren apart gezet voor de hemel. Wat zijn we bevoorrechte mensen. Dat Jezus ons greep en ons wegtrok uit de duisternis. Dat Hij ons wilde hebben. Zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want hij heeft zijn Zoon niet gezonden om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te behouden. Hij wilde ons zo graag, de Vader, dat hij bereid was zijn Zoon voor ons te verruilen. Jezus nam de bliksem van de toorn van de heiligheid van God. En wij kregen de warme armen en van de liefde van Vader God. En Hij trekt ons naar binnen, naar zichzelf. Ik zou bijna willen zeggen, het staat allemaal niet op papier, maar ik werd zo gegrepen door dat lied. Ben je al van Jezus? Heb je je knieën al voor Hem gebogen? Want Hij wil ook jou erbij hebben. Ik weet dat het mij overkwam in mijn tienerjaren. Hij greep mij, Hij kwam achter mij aan. Hij greep mij, omdat Hij wist, die Stef, die wil ik hebben. En ik ben sindsdien een enorm avontuur beland, waarvan ik nog steeds niet weet waardoor ik nou precies gegrepen ben. Wat Paulus zegt, opdat ik het ook grijpen mocht, waar je door gegrepen bent. Goedemorgen. Kunt u het grijpen of niet? Hij is niet te grijpen, maar Hij grijpt ons. En het enige wat je hoeft te doen is je overgeven. En in die reis heb ik een lieve vrouw ontmoet. Amen. Mogen we samen optrekken. Een cadeau uit de hemel. Er is weer een nieuw jaar begonnen, lieve mensen. Hebt u verwachting? Ja, heb je goede voornemens? Nee. Prijs die voornemens kun je beter gelijk doen, zeg maar. Ik zeg altijd, ik heb 1 voornemen op 1 januari. Als ik het nieuws aanzet, dan zie ik daar altijd de Unox nieuwjaarsduik. En dan denk ik, volgend jaar in Scheveningen ben ik erbij en doe ik mee. En dan op oudejaarsdag, dan denk ik, het is me toch te koud. We zijn net begonnen als voorgangers echtpaar in Apeldoorn. Het voorrecht om een nieuwe gemeente te mogen dienen. Een gemeente waar Wim Grandia, kennen jullie Wim Grandia? Net vertrokken is na 9 jaar trouwe diensten. Geweldige klus daar geklaard. Mogen we daar en dienen als voorgangers echtpaar. En ik heb alle mannen uitgedaagd om met mij volgend jaar, in ieder geval mijn voornemen, toch gestalte te geven. Zullen we samen toch die duik nemen? En ik zeg, dan sta ik op de kant en dan hou ik de handdoek vast. Ja. Geweldig. Nou, ze hebben me uitgedaagd. Stef, jij gaat er als eerste in, want jij bent de herder van de gemeente. Dus goed voorbeeld doet volgen. Ik wil graag met je lezen vanochtend Matteüs hoofdstuk 25. Matteüs hoofdstuk 25, prachtig hoofdstuk. En ik ga er wat gedachten over delen. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met 10 meisjes. 10 maagden, parthenois, staat er in het Grieks. Die hun olielamp hadden gepakt om erop uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dwaas en de andere 5 waren wijs. De dwaze maagden hadden wel hun lampen gepakt, maar geen olie. En de wijze meisjes hadden, behalve hun lampen, ook olie in de kruiken bij zich. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht. Misschien gaat dat wel over de verdrukking die gaat komen, die misschien al is begonnen of die moet nog gaan komen. Dat laat ik even in het midden. Daar wil ik het ook vandaag niet te veel over hebben, maar er staat een klonk er luid geroep rond middernacht. Daar is de bruidegom. Kom, ga hem tegemoet.
De meisjes werden wakker en brachten hun olielampen in orde. En de dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. De wijze meisjes antwoordden: nee, straks is er nog te weinig voor ons en voor jullie samen. Zoek liever zelf een verkoper en koop zelf olie. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom. En zij die klaar stonden, gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. En zij riepen: Heer, Heer, doe open voor ons. Maar hij antwoordde: ik verzeker jullie, ik ken jullie niet. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welke tijdstip hij komt. Zorg dat je niet te laat bent. Zie, de Heer Jezus begint zijn reden te houden op de Olijfberg. Matthäus 24 en Matthäus 25, daar begint de Heer Jezus te spreken met zijn discipelen over de ontknoping van de wereldgeschiedenis en wat er allemaal gaat gebeuren. En dan begint de Heer Jezus daar eigenlijk met een aanloop te nemen in hoofdstuk 23, vers 37 tot 39. Hij zegt: o Jeruzalem, Jeruzalem. Ik hoorde vanochtend iemand van jullie bidden dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. O Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en stenigd wie tot jullie gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik jullie willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. Maar jullie hebben het niet gewild. Zo de teleurstelling van Jezus, de teleurstelling van God, dat Jeruzalem hem niet omarmde. En dan zegt hij erachteraan, in vers 39, wat het herstel van Israël eigenlijk aankondigt. Je zou kunnen zeggen, hij begint over wat we noemen de eschatologische redding van Israël. Het profetische herstel van Israël. En dan zegt hij: jullie zullen mij niet meer zien totdat jullie zeggen Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat is een vers 39. Die zou je op het plafond van je slaapkamer moeten hangen. Als je dan 's ochtends wakker wordt, morgenochtend om 6 uur als je naar je werk gaat, of 7 uur, zie je die tekst hangen als je het licht aandoet. Vrouw wakker, zeg maar, als je het licht aandoet. Maar dan zie jij in ieder geval die tekst. Gezegend hij die komt. Jullie zullen zeggen: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hij spreekt daar het profetisch herstel over Israël. Wat gaande is, misschien wel nu. Ik laat het in het midden, het zou zomaar kunnen. Ik zou er niet verbaasd over zijn. Israël dat gered zal worden. Daar begint de Heer Jezus mee. En daarna wijst hij op de gebouwen van de tempel. En dan voorspelt hij de ondergang eerst van de tempel. Daarna op de Olijfberg vragen de discipelen hem. Dus hij gaat naar de Olijfberg. Zijn er wel mensen in Israël geweest? Ja, dan weet je waar de Olijfberg ligt. En dan kijk je op Jeruzalem vanaf de Olijfberg. Dat deed er Jezus met de discipelen. En dan vragen ze hem: meester, wanneer zullen deze dingen geschieden? Wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van de voleinding van de wereld? Wij hebben daar 3 zinnen van gemaakt. Maar in het Grieks is het 1 lange zin. Alsof de discipelen alles in 1 adem zeggen. Met andere woorden, alles wat daarna komt in Matthäus 24 gaat over de ontknoping van de wereld. Wat is het teken van uw komst? Wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken van de voleinding van de wereld? Dat zeggen de discipelen dan. En dan begint er Jezus over de tekenen van de tijd. En dan begint hij over: er zal gezagloosheid zijn, er zal wetteloosheid zijn, er zullen hongersnoden zijn, er zal aardbevingen zijn. En uiteindelijk, dan begint hij daar te spreken ook over de gelijkenissen. Hij begint daar te spreken over zijn wederkomst. En in Matthäus 24 is de opname na de verdrukking. Goedemorgen. Misschien zegt u: ik geloof in een opname voor de verdrukking. In Matthäus 24 is die na de verdrukking. Na de zichtbare wederkomst in vers 30. En de grote verdrukking vanaf vers 15 tot en met vers 29. En daarna de zichtbare wederkomst. Wanneer die in vers 31 zijn uitverkorenen verzameld van de 4 windstreken. Wanneer de vijgenboom, vers 32, weer bloeit. Hij zegt: let dan op de vijgenboom. Let dan op de tekenen van de tijd, zegt hij. Let op de vijgenboom. En dan zegt
men in Israël, dan zeggen de Messiaanse Joden, die vijgenboom, dat zijn wij. Wij zijn die vijgenboom. Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Nou, die vijgenboom, dat zijn wij. Wij zijn die vijgenboom. De Messias beleidende de Joden zijn er heilig van overtuigd. Ik heb een boekje staan in mijn kast. Het heet The Fig Tree Blossoms. De vijgenboom bloeit. Dat is zo voor de Messiaanse beweging die sinds de jaren 70 weer op gang is gekomen. En wij zijn de vijgenboom. Hosea 9 vers 10. Daar zegt God, ik vond jullie vaderen als vroege vijgen aan de boom. Dat is de kerntekst die je aan Matthäus 24 vers 32 zou kunnen plakken, zeg maar. Ik denk bij de vijgenboom zal weer bloeien. Aan Habakkuk. Ken je het verhaal van Habakkuk? Habakkuk wel eens gelezen? Jullie zijn bijbelgetrouwe broeders en zusters, ik weet het zeker. Habakkuk, ja, die zegt tegen de Heere God, er is zoveel onrecht in de straten van Jeruzalem. Hij schrijft het in zijn dagboek en dat dagboek dat is in het publieke domein gekomen. Het is eigenlijk een gesprek dat hij heeft met God en hij schrijft in dat dagboek zijn worstelingen, zeg maar, neer op papier. En dan zegt hij, gaat het u dan helemaal niet aan dat er zoveel onrecht is in Jeruzalem en in Juda? Waarom doet u niks? En dan zegt God tegen hem, nou, ik doe wel degelijk wat. Ik zal een volk sturen uit het noorden en uit het oosten. Zij zullen komen en zij zullen Juda over de knie leggen. Habakkuk rond 605 voor Christus. Misschien 612 ook is een beetje die periode. En zij zullen Juda over de knie leggen. Zij zullen, zeg maar, het tuchtigen. Ze zullen in ballingschap gaan, zoals het noorden ook in ballingschap is gegaan. En dan zou je zeggen, nou, Habakkuk blij. Habakkuk helemaal blij. Habakkuk trouwens betekent omhelzing. Alsof God het volk opnieuw gaat omhelzen. Alsof God toestaat dat het Babylonische Rijk Israël omhelst. En dan zegt Habakkuk tegen God, maar dat kunt u toch niet maken. Habakkuk was niet blij dat God die ballingschap aan had. Hij zegt tegen God, dat kunt u toch niet maken. U kunt toch niet een volk onreiner dan wij. Een volk heiliger dan zij, rechtvaardiger dan zij. Wij kennen u immers, de God van hemel en aarde. Wij hebben u ontmoet bij de Sinaï. En ook al hebben we dat misschien nu verknald en niet goed gedaan. U kunt toch niet maken dat u een volk onreiner dan wij gebruikt om ons over de knie te leggen en te tuchtigen. Maar dan zegt God, ja, maar het, wacht even. Het gaat even anders. Want uiteindelijk zal ik ook die trotse man met zijn hoge, moedige ogen, Babylonië, zal ik over de knie leggen. Ook hem zal ik uiteindelijk tuchtigen. Uiteindelijk zal hij er niet meer zijn. Maar, zegt God daar, maar de rechtvaardige, hoofdstuk 2 vers 4, zal in geloof leven. Dat komt gelijk uit Genesis hoofdstuk 15 vers 6. Ik schiet mijn teksten op je af vanochtend als een mitrailleur. Maar dit is de Bijbel ten voeten uit. De rechtvaardige zal in geloof leven. Welk geloof? Het geloof in een betere wereld. Het geloof in de eerste komst van Jezus en de wederkomst van Jezus. En het koninkrijk dat vanuit de hemelen naar beneden zal komen. En alle dingen weer recht zullen gemaakt worden. Tikkun olam, zeggen ze in Israël. De reparatie van de wereld. De rechtvaardige zal in geloof leven. De rechtvaardige zal met Abraham zien wat daar in de verte komt. Namelijk het veel betere nadat alles is misgegaan in Genesis 3. Alles zal worden hersteld. Halleluja. Daar zijn we nog naar onderweg. En dan klinkt daar vanuit Habakkuk in de Bijbel de roep. Zou je niet zo'n rechtvaardige willen zijn zoals Abraham, die in de Heere geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6. Zou je niet zo'n rechtvaardige willen zijn en met ons allemaal rechtvaardigen op weg willen gaan naar het beloofde land, naar het herstel van alle dingen? Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zegt Jesaja in hoofdstuk 11. Heel de aarde zal vol zijn van de kennis en de heerlijkheid van God. Elke knie, zegt de profeet, zegt het Nieuwe Testament, zal zich buigen voor de naam van Jezus. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is op het einde van de geschiedenis. Iedereen zal hem erkennen. Wauw. En Habakkuk, die draait bij. En dan werpt hij zich, dat staat er niet, maar dat stel ik me zo voor. Of anders zou ik het zelf doen. Hij werpt zich voorover en hij zegt, de naam van de Heer zij geprezen, zoiets zou ik zeggen. Maar dan zegt hij, al zou de vijgenboom niet bloeien. Nochtans, al zou er geen vruchten aan de wijnstok zijn. Nochtans zal ik juichen in de God van mijn heil. We zongen dat vroeger in de tienerjaren. Ik denk nu wel eens, wat heb ik gezongen zeg. Ik snap er helemaal niks van. Toen ik tiener was. Kent u dat liedje nog? Al zou de vijgenboom. Ja,
niet bloeien. Ja, geen vruchten aan de wijnstok zijn. De Heere, Heere is mijn kracht. Er zijn niet veel mensen die hem kennen. Of u durft gewoon niet te zingen. Ja, precies. Ja, maar ja, ik weet niet, het is, jong en oud zouden we dit lied eigenlijk uit hun hoofd moeten leren. Dit is het verhaal van Habakkuk. Wat er ook gebeurt. Ik ben van Jezus, zou ik vandaag hebben, daar hebben geschreven. Wat er ook gebeurt, the best is yet to come. Halleluja. En de Heer Jezus stond als eerste op uit de dood, als de Bikurim, de eersteling. 1 Korinthe 15, vers 20, die zou je ook op je plafond van je slaapkamer daarnaast moeten hangen. En de rest is yet to come. Ja, dat zijn wij. Wij zullen opstaan uit het graf. Halleluja, in een verheerlijk lichaam. Is dat goed nieuws of wat? Je zult er beter uitzien dan ooit. Misschien wel even goed om tegen degene die naast je zit te zeggen. Je zult er dan beter uitzien dan nu. Ja. Het mooie is, in je verheerlijk lichaam kun je door de deur zonder die eerst open te doen. Kan je nu wel even proberen. Don't try this at home. Probeer eerst door de muur of door de deur te gaan zonder de deur open te doen. Dan weet ik zeker dat je erachter komt dat je verheerlijk lichaam er nog niet is. En wij wisten dat al lang al. Toch? Mocht je nog, zeg maar, rimpels hebben, er is hoop. Mocht je nog als vrouw elke maand je maandelijkse periode hebben, er is hoop. Glorie, alle mannen zullen er ook blij mee zijn. En mocht je als man in je midlife crisis zitten, er is hoop. De Ferrari komt met het hemelse Jeruzalem misschien naar beneden. En je vrouw zal er ook blij mee zijn dat je die midlife crisis dan over zult slaan. Het beste zal nog komen. Is dat goed nieuws of wat? Daar kan je toch alleen maar bij springen? Ja, toch? Ja, je kijkt mij vriendelijk aan. Ik zou zeggen, we zouden allemaal moeten dansen en springen van blijdschap. Andere keer. De vijgenboom zal bloeien, zegt Jezus. Let dan op Israël. Let dan op Juda. Let op Jeruzalem. Wat gebeurt daar? En als je daar vandaag loopt, ondanks alle problemen, dan hoor je de bouwkranen en de timmerlieden en de werklieden, de metselaars, die stad weer herbouwen. En ik weet, het leidt tot problemen, maar toch is het zo. Wij horen bij hen, als wilde takken uit de volkeren, op hun edele stam geënt, op hun belofte die God sprak tot Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David, zoveel. Heel Israël, zegt Paulus, zal behouden worden. Romeinen 11, vers 15. Of 25 tot 32. Ze zullen hem zien, zegt de profeet Zacharia, hoofdstuk 12, vers 10 tot 13. Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En Johannes schrijft daarover in Johannes hoofdstuk 19, als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan haalt hij die tekst uit Zacharia 12. En zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Maar in Openbaring 1, vers 7, dat gaat over de ontknoping van de wereldgeschiedenis, herhaalt hij die tekst, zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dus die profetie, die is nog maar ten dele vervuld 2000 jaar geleden, maar die zal dan, bij het einde van de geschiedenis, wanneer hij zijn uitverkorenen verzamelt van de windstreken, Matthäus 24, vers 31, dan zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben. Er zal een grote opwekking komen in Israël. Heel veel Israëlieten, Joodse mensen, zullen de Heer Jezus erkennen als de Messias. Joel 2 zal helemaal vervuld worden, want ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Alle Joods vlees. En ook wij. Wij mogen daar ook bij. Wij hebben ook de geest ontvangen. Maar het gaat in de allereerste plaats over Israël. En uw ouderen zullen dromen. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En ik zal mijn geest uitstorten. En er zullen nog allerlei tekenen, kosmologische tekenen zullen er zijn. Ook dat is al deels vervuld in Handelingen hoofdstuk 2. Wanneer Petrus Joel 2 vers 28 tot 32 aanhaalt. Maar de totale vervulling gaat nog komen. Zefanja 3, Jeruzalem zal worden herbouwd en de Heere zal in haar midden zijn als een held die verlost. Wij denken dat het over ons gaat, maar het gaat over het herstelde, ik zou bijna willen zeggen het verheerlijkte Jeruzalem, het herstelde Jeruzalem. De Heere zal in jullie midden zijn als een held die verlost en hij zal over je juichen met gejubel. Het Hebreeuws is dat het woord Rina, hij zal met een luide schreeuw om zijn as draaien. Zeg maar zo ongeveer.
had ik thuis beter moeten oefenen, sorry. Zal die juichen over het Jeruzalem dat is hersteld. Die belofte die staat nog vervuld te worden. Amos 9. Bayoma hua kim sukot David hanofelet. Op die dag, vers 11 en 12, zal ik de vervallen hut van David, zal ik weer herbouwen, zal ik weer oprichten. En de apostolische raad in Handelingen 15, die haalt Amos 9 aan wanneer ze discussiëren. Want de heidenen komen ook tot geloof in de Joodse Messias. De heidenen komen tot geloof in Yeshua. En dan hebben de apostelen een verhitte discussie, staat er. Hoe moeten we nou met hen omgaan? Want dat was misschien wel een verrassing. En dan zegt daar Jacobus, maar God heeft van meet af aan, is hij erop bedacht geweest, om ook uit de heidenvolken een volk voor zich te verzamelen. En daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer oprichten. Dan haalt hij Amos 9 vers 11 aan. Met andere woorden, God is eerst de natieën ingegaan. Hij is eerst de volkeren ingetrokken, over de grenzen van Israël gegaan om ons te redden. En wanneer wij, de volheid van de heidenen, zijn binnengekomen in het koninkrijk van de Heer, zal hij wederkeren en zal hij de vervallen hut van David weer oprichten. Panafle komt, zegt Rabbi Nachman tegen Rabbi Yitzchak in de Talmud. Weet jij wanneer Bar Nafle komt? En dan zegt Rabbi Yitzchak tegen Rabbi Nachman, wie is Bar Nafle? Dat is de Messias, zegt hij. Noem jij de Messias Bar Nafle? Ja, zegt Rabbi Nachman, want er staat geschreven in Amos 9 vers 11, Bayoma hua kim sukot David hanofelet. Op die dag zal ik weder oprichten de vervallen hut van David. De hut die vervallen is. Nofelet. En daar komt dan Naflef vandaan. Oh, is dat de Messias? Ja. Ja, wanneer de Messias komt, dan zal die weer de vervallen hut van David oprichten. Dat is nog niet gebeurd, lieve mensen. Want ze zijn verstrooid in de natie, ze zijn verstrooid naar het uiteinde van de aarde. Maar nu keren ze weer terug. Als je vandaag naar Israël kijkt, wat zie je dan? Ik zat daar verbijsterd zelf achter de televisie 7 oktober. En ik dacht, wat gebeurt hier? Wat een ellende, wat een gruwelen, wat een barbaarse Hamas. Zie je, God is ook uit op de Arabische volkeren. Amen. Maar je weet dat Hamas van het Hebreeuwse Hamas komt. Geweldenarij betekent het. In Genesis 6. De mens had heel de aarde gevuld met Hamas. In het Hebreeuws. Met geweldenarij. Misschien is Hamas, ze noemen zichzelf als de ijverigen. Maar in het Hebreeuws betekent Hamas geweldenarij. En misschien is het wel antisemitisme. Dat de Joden ophoest uit de volkeren om terug te keren, uitgerekend antisemitisme, terug te keren naar het land dat aan hen is beloofd. Ze voelen zich nergens veilig meer, behalve in hun eigen land. En zelfs daar is de dreiging. Zouden we misschien heel dicht bij de wederkomst zijn? Als zij terugkeren naar het land dat God aan Abraham in Genesis 12 en Genesis 15 heeft beloofd. Staat de zoon, Yeshua, al met zijn jas aan bij de deur. Met zijn hand op de deurknop. Te wachten op de toestemming van de Vader. Om naar beneden te snellen. En de aarde te nemen. En zijn volk te ontmoeten. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Zacharia 14 vers 4. Die is voor woensdagochtend op je slaapkamer. Zeg maar plafond. Om mee wakker te worden. Anders kerf je hem in het dashboard van je auto. Zijn voeten zullen, ja, of een keer dashboard van een andere auto van iemand anders, ook een goeie. Maar in ieder geval, hij zal met zijn voeten op de Olijfberg staan. Staat Yeshua al bij de deur van de hemel te wachten met zijn jas aan. Wachten tot de Vader zegt, mijn zoon, ga. Het is tijd. Ik weet zeker dat hij erop staat te wachten. En dan rukt hij de deur open en dan gaat hij naar beneden. Ja, die deur is misschien al open, maar goed, ik stel me het even zo voor. En dan snelt hij naar beneden en dan vervult hij dat wat hij al die tijd op gewacht heeft om te kunnen doen. Zie, Matthäus, die begint in Matthäus hoofdstuk 1 met één parthenos. Één maagd. Eén meisje, zou je kunnen zeggen. Eén parthenos.
Een vrouw die nog door geen man is genomen, zeg maar. Eén maagd, die maar voor één minnaar is bestemd. Begin met één maagd die de eerste komst van Jezus verwacht. Maar in Matthäus 25, daar schrijft de Heer Jezus, vertelt de Heer Jezus over 10 maagden. 10 parthenois staat er in het Grieks. Meervoud, 10 maagden die zijn tweede komst, zijn wederkomst verwachten. Zou het kunnen zijn dat we er heel dichtbij zijn? En dan heeft hij het over 10 maagden. En dat doet je gelijk denken aan de Joodse bruiloft. Zijn jullie op de hoogte van de Joodse bruiloft of niet? Weet je hoe dat gaat? Ik ga je ervan vertellen. Zie, het was namelijk zo dat als een jongen en een meisje elkaar zagen zitten, dan moesten ze eerst met de vaders praten. Dus de bruidegom, de ouders die regelden de bruiloft, zeg maar, met toestemming van de bruidegom en de bruid. En dan ging de zoon naar zijn vader en zei, nou, ik heb mijn oog laten vallen op het meisje, zo heet ze, daar woont ze, en ik zou graag met haar willen trouwen. En dan moest die vader naar de vader van de bruid, het meisje, om daarmee te praten. En dan spraken ze het met elkaar af. En als ze met elkaar akkoord waren over de bruidschat en de voorwaarden voor het huwelijk, dan dronken ze samen een glas wijn. En dan stond het eigenlijk bij de vaders vast. En dan ging de vader van de bruidegom naar de bruidegom en dan zei hij, je hebt mijn toestemming, dus zoek haar op. En dan ging de bruidegom naar het huis van de bruid, het meisje, en dan bood hij haar een glas wijn aan. En dan was het eigenlijk zo dat als zij die beker aannam en uit de beker dronk, dan stond het vast dat ze zouden trouwen. Dat doet je denken aan het avondmaal. Wij vieren het avondmaal, schrijft Paulus, totdat hij komt. De discipelen op die avond dat de Heer Jezus het nieuwe verbond instelde, die dronken uit de beker die Jezus hen aanreikt. En hij zei, dit is het bloed van mijn verbond. Dit verbond, je zou kunnen zeggen, dit huwelijksverbond sluit ik met jullie met mijn eigen bloed. Dus op het moment dat zij die beker dronken, iedere keer dat wij het avondmaal nemen en de beker drinken, dan denken we niet alleen wat de Heer Jezus 2000 jaar geleden heeft gedaan, maar dan kijken we vooruit naar de grote bruiloft van het Lam. Dat elke keer als jij die beker drinkt, zeg je ja tegen Jezus, opnieuw en opnieuw en opnieuw, dat je met hem zult trouwen in de bruiloft van het Lam. Zo was het in de Joodse bruiloft. En als het meisje dus de beker dronk, dan stond het vast dat het huwelijk daar op enig moment zou plaatsvinden. En dan ging de bruidegom weg van zijn bruid. Dan snelde hij naar huis en dan zei hij, ik ga een plaats voor jullie bereiden. Of voor ons samen bereiden. Heer Jezus zei dat tegen zijn discipelen in Johannes 14. Ik zal heen gaan, ik zal een plaats voor jullie bereiden. En wanneer ik klaar ben met het bereiden van een plaats, want in het huis van mijn vaders zijn vele woningen, dan zal ik komen en dan zal ik je ophalen en dan zullen jullie zijn waar ik ook ben. Precies dat zoals het in de Joodse bruiloft gaat. De bruidegom ging weg en hij zei tegen zijn bruid, ik kom je halen, zorg dat je klaar bent. Dat is die verwachting, maar zorg dat je klaar staat, want ik kom op een moment misschien wel dat je het niet verwacht. En dan kom ik je halen en dan zullen we voor altijd samen zijn. En als dan de vader toestemming gaf voor het moment van die bruiloft, dan kwam de bruidegom naar haar toe. Er kwam een periode na die beker van, zeg maar, ondertrouw, waaruit zou blijken dat het meisje echt een maagd is. En op een bepaald moment op de huwelijksdag was het moment gekomen dat de bruidegom zijn bruid ging halen. En dat deed hij met zijn vrienden, vergezeld door heel veel vrienden. En ook de vriend van de bruidegom, misschien wel zijn beste vriend, die ging dan met hem mee en die blies dan op de bazuin. Hij blies op de trompet. Ik heb vanochtend geen trompet gehoord, de muziek was geweldig. Maar die trompet is eigenlijk, die bazuin is eigenlijk profetisch voor de bruiloft van het Lam. Ik zou zeggen, koop er een en blaas erop, elke dag, op donderdag anders, in de week, om te herinneren dat de bruiloft van het Lam aanstaande is. Zie, die bruidsmeisjes, die waren dan bij de bruid en de vrienden van de bruidegom, die gingen met de bruidegom mee. Die bruidsmeisjes, die wachten met de bruid op de bruidegom. En dan kwam de huwelijksceremonie samen onder de goepa. Als een soort bescherming en schaduw van God, de armen van God zou je kunnen zeggen, om hen heen, om hun huwelijk heen. En dan werd dat huwelijk ingezegend.
En dan nam 's avonds de bruidegom zijn bruid mee naar het bruidsvertrek. En daar werd het huwelijk dan zeg maar geconsumeerd, zoals we dat netjes zeggen. Dat kwam met een processie door de straten en dan werd het gesloten. En dan was er 7 dagen feest. 7 dagen. Het doet je denken aan toch die opname voor de verdrukking. 7 dagen in de hemel. Sommigen zien dat zo. Ik laat het in het midden, maar het was 7 dagen feest. Maar die dwaze maagden misten die gelijkenis. Dat bruiloftsfeest. Omdat hun lampen waren uitgegaan. Alle 10 maagden verwachten de bruidegom. Maar er waren er maar 5 die olie hadden in hun lamp. En er waren er 5 die waren dwaas. Je zou kunnen zeggen, het gaat niet om of je de wederkomst verwacht. Maar of je klaar bent voor de bruiloft die daarna komt. Ben je voorbereid op je minnaar? Ben je voorbereid op Jezus? Ben je voorbereid op Yeshua? Ben je voorbereid op de bruiloft van het Lam? Je verwacht hem wel, maar heb je nog olie in je lamp? Sta je nog in de fik voor Jezus? Ben je een fakkel voor hem die brandt en die nooit meer uitgaat? Zie je, als je olie opraakt, dan stop je met branden. Dat is denk ik les 1 die ik in het leven bijna heb geleerd. Je hebt olie nodig om in de hens te staan. En het is met God precies zo. Is de Heilige Geest nog in je leven werkzaam? Ben je nog steeds elke dag je aan het keren tot God en je aan het bekeren van je oude leven? Ben je nog elke dag op je knieën om te bidden dat de Heer Jezus komt? Ben je nog elke dag op je knieën om te bidden dat de mensen om jou heen erbij zullen zijn in die bruiloft van het Lam? Ben je voorbereid op de bruiloft? Je verwacht hem misschien wel, maar ben je ook echt klaar voor die bruiloft? Je prins op het witte paard komt eraan. Openbaring 19 vers 11. Hij is de rijder. Ken je dat lied? Hij is de rijder op het witte paard. Toch ken je dat lied niet? Hij wordt genoemd getrouw en waarachtig. Mooi lied. Schitterend lied. Jezus is je prins op het witte paard. En hij komt eraan. Ben je klaar om met hem mee te gaan naar de bruiloft die hij aanricht? Ja, hij is de prins op het witte paard. Goedemorgen. Ik weet het, hij komt ook om te oordelen, maar niet meer over ons. Hij wil ons erbij hebben. Komt die prins op het witte paard? Ja, hij komt. Wat zou je doen als je weet dat hij morgenochtend bij jou komt? Dat morgen de bruiloft is. Wat zou je doen? Als je weet dat je morgen gaat trouwen met je prinses. Of met je prins. Wat zou je doen? Zou je klaar zijn? Wat zou je doen vandaag? Zou je je voorbereiden? Of zou je denken, oh, dat zie ik morgen wel? Toch, misschien zou je hier niet eens zitten als je morgen je bruiloft hebt. Ik weet zeker dat je nergens anders aandacht voor zou hebben als voor de bruiloft morgen. Dat je niet afgeleid zou worden. Dat je niet in beslag genomen zou worden door wat ook, dan behalve dat ene ding, die bruiloft die morgen plaats zal vinden. Ik weet zeker dat je zal zorgen dat je er goed uitziet. Beter dan nu, zeg maar. Je zou je haren kammen. Je zou naar de kapper gaan. Je zou een schoonheidsspecialiste opzoeken en je rimpels laten wegpoederen. Je zou je nagels knippen. Je zou, zeg maar, je plamuur uit de kast trekken als je een bruid bent. Je oogschaduw. Wat gebruiken de dames toch eigenlijk allemaal? Kunt u mij misschien wel een keer vertellen? Ik heb er niet zoveel verstand van. Je zou je wenkbrauwen laten epileren, toch? Ja, misschien nu ook al, maar sowieso, je zou je parfumeren dat je lekker ruikt. Toch of niet? Je zou je wenkbrauwen goed, desnoods als ze niet, zeg maar, een beetje te dun zijn, zou je ze wat zwarter maken. Je zou je helemaal klaarmaken voor je bruidegom. En als dan de volgende dag de wekker gaat, dan verslaap je je niet. Van de opwinding, je bonzend hart. Je ziet bijna zwart voor ogen. En je denkt, vandaag is de dag van de bruiloft. En dan ga je bij de voordeur zitten wachten tot hij aanbelt. En dan kijk je door het sleutelgat.
Zou die er al staan? Nee, je kijkt onder de drempel door. Misschien dat je zijn voeten ziet. En misschien dat als de bruidegom komt, dat hij vram die deur intrapt. Maar als hij bij je aanbelt, dan ruk je de deur open. En dan zie je, hier ben ik, je prins op het witte paard. En dan zegt hij, spring maar achterop. Ga met mij mee. Hooglied schrijft het. Schrijft het zo mooi. Je zou je voorbereiden. Ik geloof dat dit de tekst is, deze gelijkenis. Dat dit de roep van Jezus is. Ben je voorbereid? Heb je je gereed gemaakt? De bruid van het lam heeft zich gereed gemaakt, zegt de openbaring. Heeft zich klaargemaakt om met de bruidegom mee te gaan achterop het witte paard. Naar de bruiloft van het lam. Je hebt je opgemaakt. Je ruikt lekkerder dan ooit. Je hebt je rimpels weggepoetst. En je bent klaar om met hem mee te gaan. Je zit al met je jurk aan. Ook de mannen dit keer. Het bruiloftsgewaad. Waarmee je de bruiloft in zult gaan. Zie, mijn vraag aan je is, en dan sluit ik af. Als je vandaag naar de wereld kijkt, wat zie je? Zou het kunnen zijn dat omdat de vijgenboom bloeit, misschien wel de wederkomst heel erg dichtbij is? Wat zie je? Als je kijkt met de ogen van de Bijbel, met de ogen van God. Niet met politieke ogen, maar met profetische, apocalyptische ogen. En mijn vraag is, vertrouw jij Jezus al voor jouw eeuwigheid? Ben je een wijze maagd die voorbereid is? Heb je olie in je lamp of is je lamp uitgegaan? Ik zou willen zeggen, laat dan vandaag de olie weer opnieuw in je uitgegoten worden, zodat je begint te fikken voor Jezus opnieuw. Omdat je weet dat hij heel erg dichtbij is. Amen. 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 We gaan afsluiten. We gaan nog zingen. Kom maar, ja. Vader, wij verwachten u. Uw zoon. En we willen erbij zijn. En niet achterblijven.